Jongens, welkom bij een nieuwe unboxing. Yay! En dit keer bij Gamers.nl. Dat moet ik nog zeggen. En dit keer hebben we een unboxing van iets wat ik zelf heb gekocht. Ik heb de game nog niet gespeeld. Ik lees allemaal dingen online dat echt super tegenvalt. Maar goed, maar niet uit. Ik heb nog niet gespeeld, dus daar kom ik nog wel achter. Maar ik heb wel de fucking Collector's Edition gekocht. Hoe fucking vet is dat? Het is de Nomad ND1 Collector's Edition. Een beetje een raar ding. Ja, zo steeds meer Collector's Edition zit de game er niet bij. Maar wel een steelcase van de game. Maar het gaat natuurlijk om de Nomad zelf. Want dit is gewoon de Nomad. Oh nee. Ik dacht, die staat wel op de voorkant. Dit is de Nomad. Deze zit erin. Die gaan we unboxen met allemaal lampjes zo. We hebben ook batterijen hebben gepakt. Dus die pak ik zo nog even. Maar goed, kunnen we ook de lampjes aanzetten. Maar check dit. Hoe vet is dit? Ja, helemaal het is helemaal aangekleed als de Tempest, het ruimteschip in de game, waar de Nomad zeg maar in zit. En de verpakking is helemaal ingepakt als de Tempest. Nou ja, super vet. Ja, dan merk je toch weer even dat extra stukje kwaliteit. Zeker die kwaliteit als ik weer een... Tom, hoe vaak pulken wij stickertjes in een boxing, zo helemaal? Continu. En dat doen we heel vaak, omdat we het ook netjes willen houden natuurlijk. Dus het moet ook wel een beetje goed gebeuren. Zeker dit. Deze editie is trouwens $100. Er is nog een editie. Die is $200. En dan is die ook radiografisch bestuurbaar. Maar ik vond dat je reinste onzin, want zoiets zet je neer. En daar ga je niet buiten mee rijden, want dat is gewoon zonde. Dus ik dacht, ik ga voor de goedkope editie. Kijk, dit is dus, en er zijn heel veel mensen denk ik wel jaloers op, de exclusieve steelcase van Mass Effect Andromeda. Die je volgens mij alleen maar bij deze editie krijgt. En dat betekent dat dus niemand omheen. Want ik heb niet in Nederland gevonden dat je deze kon krijgen. Ik heb hem echt via de Bioware Store gekocht. Moest ook natuurlijk weer invoerrechten betalen. Super handig. En kijk, zelfs het piepschuim, Cyan Detail, staat het logo op. Maar goed, hier is die jongens, de Nomad. Check dit. Ah, oh, super vet. Hij is zwaar, jongen. Kijk hem gaan! Mooi man. En dan ga ik even de batterij erin doen, want ja, dat vond ik wel weer raar. De battery is weer not included. Schroevendraaier. We zijn zo bij je terug. Kijk, het is dus belangrijk dat als je een kruiskopschroevendraaier hebt, dat je die dus ook gebruikt op een kruiskopschroef. Dat is een heel belangrijk stukje vakmanschap, stukje tech, wat ik even aan het meegeven. Dat als je nou met een platte kop hierin zou zitten, dan draait die dol, dat wil je niet weten. Oh, een unboxing van batterijen. Wow, kijk, dit zijn dus echt de Warta-batterijen. Dus onze batterij of choice. Pre-Nets Q. Ja, dat kan helemaal niet. Razer heeft veel betere batterijen. Leem. Als hij nu gelijk opstijgt, jongen. Hoe vet zijn die wielen, hè, Tom? Even serieus. Echt super vet. Kijk, jongens, die wielen. Dit is toch bling, of niet? Als je toch een nieuw sterrenstelsel gaat ontdekken, dan doe je dat toch fucking met deze rims, of niet? Ik bedoel, dan kom je toch ergens mee thuis. Ja, yo, kroken, wat dan? Kijk dit. Oké, nou, allereerst hebben we natuurlijk, er zit een drone achterop, maar die kan, kijk, hey, is een drone, hè? Dat is vet, dat is een gadget. Alleen, ik zoek, oh ja, dat staat er heel groot on-off op de onderkant. Wow, kijk die lampjes. Dan geeft die licht, maar het mooiste. Nou, er zitten dus voorop, hier zitten dus lampjes. Kijk. Oh. Hoe vet zijn deze lampjes? Dat is echt heel cool. Maar eigenlijk zijn de mooiste lampjes zitten aan de binnenkant. Want jawel, de deurtjes kunnen open. Kijk dit. Ah, dit is toch tof? En zo gaat hij dus de hele dag bij mij thuis staan. En dan één keer per dag de batterij vervangen. Ja jongens, wat vinden jullie van de Collector's Edition van Mass Effect Andromeda? Laat het weten. De Nomad hier, volledig verlicht. Super awesome. Ja, laat het weten. Het is gewoon een hele persoonlijke unboxing. Jammer dat je de game er niet bij krijgt. Maar goed, dat is tegenwoordig bij bepaalde special edition krijg je opeens geen game meer bij. Maar goed, het apparaat is fucking vet. En check those fucking vette